Bij het inluiden van een nieuw jaar horen ook goede voornemens. Op de wielerbaan in Geleen kwamen professionele wielrenners en recreanten bij elkaar om zich te laten inzegenen. Alles voor een veilig en goed jaar op de fiets. Voor het tweede jaar op rij de fietsinzegening, wat houdt dat eigenlijk in? Dat houdt in dat alle fietsers hier naar de wielerbaan in Geleen kunnen komen en zich dan laten inzegenen voor het nieuwe jaar. Zijn dat goede voornemens of is dat gewoon echt bijgeloof? Nee, dat zijn goede voornemens, want het is natuurlijk geen garantie dat het allemaal goed gaat op de weg en op de wielerbaan. Maar het is ook meer voor het gevoel en de saamhorigheid en vandaar dat we dit doen. Het is goed druk momenteel op de wielerbaan. Hoe staat het er eigenlijk voor met de wielerbaan Geleen? Nou, het gaat op stijgende lijn gaat het goed. Ik ben sinds 2 jaar ben ik baanleider hier. Ik heb het overgenomen van Harm Knol. En er komen steeds meer nieuwe renners bij. Heel veel dames de laatste tijd. Dus ja, het gaat heel goed. Wat maakt dat nou zo speciaal baanwielrennen? Nou, baanwielrennen, dat is eigenlijk iets heel apart. Dat is heel anders dan op de weg. Je zit als groep op de baan. Je kunt snelheden hebben van 50 km per uur. En in een bocht kan je dus helemaal hoog rijden en laag. Dat is heel anders dan op de weg. Wat kunnen we dadelijk verwachten? Wat gaat de kaplaan bijvoorbeeld doen? Nou, de kaplaan gaat eigenlijk eerst een nieuwjaarspreek houden. En dan gaat hij dus alle renners individueel en ook fietsers met elektrische fietsen gaat hij zegenen. En daarna hebben we nog een leuk optreden van Dimi en Kevin uit Geleen. En die zingen het liedje Hier komt het peloton. Dus ja, het wordt een leuke happening zometeen. Zijn er nou alleen maar wielrenners die zeg maar voor de sporten doen? Of zijn het ook recreanten en gewoon mensen die een gewone fiets bereiden? Ja, het zijn van alle fietsers. De jongste van mij die is 2 jaar oud, die komt zo meteen ook met zijn fietsje. Er komen ouderen met een elektrische fiets. Dat is voor iedereen. Nou, vandaag de inzegening van van de fietsen, eigenlijk van het wielrenners. Wat is uw taak? Mijn taak is de fietsers, dus niet zozeer de fietsen, maar de fietsers zegenen. Dus dat is mijn taak. Daarvoor ben ik vandaag hier gekomen. En wat betekent dat? Het betekent dat heel eenvoudig weg en heel eenvoudig gezegd dat wij vragen God om hulp voor deze mensen die hun fietsen laten zegenen. Zodat zij zijn bijstand kunnen ervaren in hun harten vooral. Dus het gaat niet alleen maar om dat het goed gaat, dat zij geen lekke banden krijgen of zo, maar dat zij ook een beetje van God kunnen ervaren in hun eigen leven. Daar gaat het om. Het is best druk, dus heel veel mensen willen dat graag. Hoe kunt u dat verklaren? Is dat bijgeloof of is dat echt dat de mensen een nieuw jaar in willen en ook met nieuwe stappen? Ik hoop dat het geen bijgeloof is. Maar ja, als katholiek hebben wij altijd het wens om een goed begin. Dus ik denk dat voor al deze mensen, voor de meeste van deze mensen, is de zegening een goed begin van het jaar. Dus want de zegening is niet alleen maar voor de fiets zelf of voor als je gaat fietsen, maar in het leven, in het concrete leven. Dus ik hoop dat zij, en ik denk dat zij ook komen om een goed start voor het hele jaar. Doet u dit vaker, zulke zegeningen? Maar voor mij is het de eerste keer dat ik fietsen ga zegenen, dus, of fietsers ga zegenen. Dus het is wel voor mij de eerste keer. Jong en oud, groot en klein, was bij elkaar gekomen om een zegening te ontvangen van kapelaan Martinez. Voor de een was de zegening van grote waarde, maar voor de ander was het puur bijgeloof. Na de korte plechtigheid ging iedereen weer veilig op weg naar een nieuw jaar op de fiets. Nou, jullie hebben geen 2-wielers, maar een 1-wieler. Vertel eens, wat doen jullie eigenlijk ermee? Wij fietsen op de 1-wielers. Normaal doen wij kunstweerrijden. Dat is binnen in de gymzaal. Dus voor je buiten hebben we dan onze 1-wielers meegenomen. Waarom is het zo belangrijk dat jullie gezegend zijn nu? Dan weten we dat we een goede sportjaar tegemoet kunnen gaan zonder ongelukken. Is dat echt gewoon een sport waar jullie ook daadwerkelijk prijzen mee verdienen? Ja. Het is gewoon echt een sport waar we ook prijzen voor kunnen gaan winnen en wedstrijden meedoen. Dus ja, meestal als we denken aan een 1-wieler, dan denk ik aan circussen. Wat zijn dan ongeveer de dingen die jullie doen op een wedstrijd? Klopt. Met 1-wielers is het dan groepsrijden met 4 of 6 personen. En dan is het ook synchroon rijden. Dan links en rechts, om, achteruit, vooruit. Dus, En jullie dachten januari, we gaan ons laten intekenen. Een goed begin van het nieuwe jaar? Ja, precies. Nou, vertel mij eens, wat heeft die man met die borstel zojuist gedaan? Nou, eigenlijk nat gemaakt. Waarom? Dat weet ik niet. Was dat niet dat alles goed ging op de fiets? Jawel. En doe jij veel fietsen? Soms wel, soms niet.
Maar vertel eens, want je had een hele mooie fiets. Hè. Wat is dat voor een fiets? Dat weet ik niet. Ja, nu is het nog koud, nu is het nog winter, maar straks in de zomer. Ga je dan veel fietsen? Ja. Wat doe je dan zoal? Naar het pontje fietsen en naar opa en oma fietsen. Waarom is het voor jou zo belangrijk om een zegening te krijgen in het begin van het nieuwjaar? Oh, ik vind het gewoon een ludiek evenement en het is lokaal en regionaal. En dat wil ik op deze manier ook ondersteunen om er gewoon bij te zijn. Hè. Zit je professioneel wielrenner of zit je recreant? Nee, ik ben jeugdwielrentrainer bij de bergklimmers. En gewoon recreatief. Ik koers zelf niet. Wat is dan ook zo leuk om op een fiets te zitten en gewoon te koersen? Voor mij persoonlijk ervaar ik dat als een verslaving. Weer of geen weer. Het is gewoon heerlijk om even verstand op nul en een paar uur op de fiets te zitten. En ja, tegen zichzelf te fietsen eigenlijk. Ik heb de dochter ook bij. Heb je er ook al het virus aan doorgegeven? Ja, dat klopt. Ze is ook jeugdlid bij dezelfde wielerclub, de Bergklimmers in Sittard-Gelen. En ja, ze koerst inmiddels sinds een jaar. Je zei net van, ik vind dat het is gewoon een evenement. Je bent niet bijgeluivig? Ik heb zelf helemaal niks met religie, nee. Maar dat neemt toch niet weg dat ik erbij ben.